Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Super Sahalia. Vandaag zal ik jullie wat meer vertellen over de voordelen van de Baharia verse dadels. Deze dadels kennen jullie waarschijnlijk ook wel als de gedroogde zoete dadels in een donkerbruine of zwarte kleur. Deze dadels zijn maar, de verse dadels zijn maar van een korte periode verkrijgbaar, van 4 tot 5 weken. De gedroogde dadels zijn het hele jaar beschikbaar. In het begin zijn de dadels groen, zoals jullie hier kunnen zien. Nadien zijn ze oranje en wanneer dat ze uiteindelijk rijp zijn, zullen ze helemaal geel zijn. Wanneer ze helemaal rijp zijn, zijn ze te vinden in de winkel aan een tros. Ze zijn dus te vinden aan een tros en in een verpakking. Soms ook gewoon in kisten en dan kun je nemen zoveel dat je wilt. Als ze helemaal geel zijn, zijn ze volledig rijp. Ze voelen dus niet droog of stoffig aan in de mond. De schil van buiten voelt zacht aan en is ook eetbaar. Nu zal ik wat meer vertellen over hoe ze te eten zijn en de voordelen ervan. Dus wanneer ze volledig rijp zijn, zijn ze heel zoet en sappig. Sommige die wat vlekjes hebben of nog niet volledig rijp zijn, laat je best wat verder rijpen in je eigen huis. De pit in het midden is compleet los van de vrucht. Er plakt dus niks aan. Als je op een dieet bent bijvoorbeeld, of niet zo graag snoept, dan zijn deze een goede vervanging, want ze zijn heel erg zoet. Enkele voordelen ervan van de dadels zijn dat ze veel energie geven, ze bevatten veel ijzer, vezels, vitamine A en vitamine K. Enkele voordelen die ik heb ondervonden bij het eten van dadels is dat ze de stoelgang helpen en als je last hebt van een slecht slaappatroon of van moeilijk in slaap te vallen, kun je 4-5 dadels enkele uren voor het slapen gaan eten en deze helpen je voor een diepe nachtrust. Je kunt de dadels dus allemaal van de tros afhalen en zo bewaren voor een gemakkelijker gebruik. Nadien kun je ze om te eten ook in stukjes snijden en zo eten, in een fruitsalade vermengen of gewoon zo van de tros eten. Natuurlijk wel altijd wassen. Hopelijk hebben jullie genoten van de video en laat ons horen welke voordelen jij ondervonden hebt. Ik ga wel. Ik doe in orde.